Hallo allemaal en welkom bij de allereerste video. Dit is mijn allereerste video en hierop doe ik allemaal, ik doe er allemaal gamevideo's op en niet alleen Roblox, maar ook The Sims 4 en andere games die ik misschien ooit nog ga ontdekken. Ja, allemaal leuke games die ik ga doen en vandaag ga ik Pikkie spelen, dus laten we maar gelijk beginnen. Even, ja, zo. Nou, play. Oh, we kunnen gelijk. Nou ja. En je hebt hier dus ook builds. Hier kan je volgens mij je eigen server maken of zo. Ik heb geen idee eigenlijk, niet heel goed. Maar. Oh. Jeetje, wat gebeurde er nou? Nee, in ieder geval. Bij shop. Welke vind ik echt leuk? Ik heb nu ook een schaal, die is volgens mij heel erg klein, maar ik zou eigenlijk wel. Oh. Ik zou graag mousie willen. Deze. Oh, jeetje. Het gaat wel heel snel allemaal weer. Mousie zou ik wel echt willen. Die is echt leuk. Laten we maar stemmen. Het lijkt me ook wel eens een keertje leuk, zeg maar, als je dan van chapter 1 naar chapter 12 gaat. Dat je het hele story, zeg maar, soort van door kan kijken. Maar nu is het volgens mij carnaval. Zo, carnaval. Ik kan het even. Wacht, ik ben er maar even niet uit bij woorden, joh. Ja, je weet wat ik doe. Nou, het is player geworden, dus. Ja, het is de eerste video, dus vind ik het is ook wel leuk om op te nemen. Ja, ik ben Piggy. Leuk begin weer. Super tof. Oké. Maar ik heb trouwens wel de teleport traps, dus kan ik wel naar de ene plek naar de andere. Dat is al wat makkelijker. You better be ready, Mr. P. Oké. You have selected Piggy. The player will get head start in the meantime. Look around the room for help. Is it against crowd? That's a place. Ik heb eigenlijk alle chapters al een keer gehaald. Maar ik vind het toch leuk om het toch even nog, zeg maar, dit filmen. Dat ik best wel een leuk spel vind en zo. Ik kan ook de stories wel laten zien, maar dan moet je dan even in de rek zeggen als je dat wil zien. Of dat je wil dat ik gewoon skip. Oh, daar hebben we de eerste al. Echt, ik haat echt voor dit soort luikjes. Maar ik kan ook geen trap zitten, want ik heb nu best wel een nadeel. Nou, ik doe alsof ik wegloop. Weet je, ik moet nooit bij één iemand blijven staan, dan kan ik er weer blijven staan en zo, dus ja. Iemand heeft de deur open gedaan, dat hoorde ik. Ik zie je, hij is er. Ik wist dat ik nu komt weer terug en dan kan ik achter hem aan. Anders bleef hij toch altijd zitten. Dus ja. Oh, daar is ook nog iemand. Ik weet niet nog wat ik moet zeggen als ik de Piggy ben, want ja, ik ben trouwens Sissy, Evil Sissy. Goed geregeld allemaal weer. Ik dacht dat mijn nichtje erin zat, maar dat is niet zo. Ze lijken erop. Zie je, ik raak hem gewoon aan, maar omdat mijn spel. Volgens mij glitcht het een beetje. En nee, niet een beetje. Hè? Oh my gosh. Dat hebben jullie toch ook gezien? Het glitcht gewoon echt heel erg. In ieder geval, we gaan verder. Maar het was wel echt ineens een B. Het was gewoon een beetje raar allemaal weer. In ieder geval. Waar zitten. Waar zijn die mensen? Daar zag ik. Daar. Ik zie je wel. Beter, we gaan je niet zeggen. Ik weet waar je zit. Probeer je daar nog gewoon echt in te glitchen? Eindelijk, we hebben de eerste genaamd. Het hoeft niet. Met heel veel cijfers erachter. Ik vind het ook niet leuk om te kijken. Oh, ze hebben echt heel snel weer. Ik heb de trap niet eens gebruikt trouwens. Dat is ook lekker handig. Ik kan het echt wel laten zien als ik toch al heb verloren, want ja, het ging allemaal veel te snel.
ben ik aan de andere kant, zie je? Dus dat is dus het nut ervan. Maar ik vind het wel zielig eigenlijk, maar ja, we gaan het toch even lekker doen. Als het werkt. Ik had beter aan hier een trap neer kunnen zetten eigenlijk, maar ja. Hallo? Hier ben je, oké. Jeetje, kijk, oké, weet je wat, ik let je aan. Ik zeg nou, net alsof ik het go zeg, maar terwijl ik niet eens het kunnen pakken. Dus het komt heel erg raar over eigenlijk. Is er nog iemand over? Nope. Maar ik vind Wiki toch echt leuk. We gaan nu Survivor worden. Ik zie, nu is het beeld weg. Als je er eenmaal in zit, kan je er niet meer op klikken, maar ja. Ja, dus ik ga onze games hierop spelen en zo. En als jullie willen, kan ik ook een keertje een tutorial maken over hoe je glitcht in Piggy, zeg maar. Dat je door de tent heen kan glitchen, bijvoorbeeld dat Piggy niet te pakken krijgt. Ook al is het wel leuker zonder te glitchen, want ik kan Piggy echt nooit pakken. Dat is ook niet heel leuk, lijkt mij. Maar ja, laat ik gewoon voor huis gaan. Huis gaan. Gaan ze weer voor carnaval? Dat wil ik echt niet. Ja, zie mensen, please ga voor huis. Ja, gewoon eerste chapter. Goed. House. Zal ik chapter of player doen? Traitor of player bedoel ik. Misschien is traitor wel leuk om te doen. Hoop ik natuurlijk wel dat ik een traitor ben. Ik hou er wel van, ik vind het wel leuk om traitor te zijn. Maar het is wel enger als je de traitor zeg maar niet bent. Yes. Ja, ben benieuwd. En ik ben de traitor. Dit is echt geweldig. You are the traitor. You need to stop the other survivors. Oké. Okay. You will be given traps and later a weapon. Dus ik kan teleporteren. Super tof. Oké. Okay. Dan denk ik echt, wie zou de traitor kunnen zijn? Ja, hoe moet ik dat nou weten? Ik ben maar. Ja, wat ik nu denk vergaat, is misschien wel gelijk dat ik het ben in principe. Want net was Sissy, had ook teleportatie traps. En dan kom ik zo. Oh, je moet hier natuurlijk hier op klikken. Volgens mij lig je op de 9 minuten en naïef. Wow, hij lekt wel echt heel erg, maar maakt niet uit. Oké. Zie je? Ik heb hem al. Ik ga wel even het bukken. Zo. Oké, nu moeten we proberen mensen te killen. En hiermee ren je ook al sneller. Dat is wel grappig. Ik denk dat het erg is als ik gepakt word, stopt het hele spel. Maar inderdaad, dat is eigenlijk best wel naar. Oh, daar is Piggy. Zie je later. Zo. Waar? Oh, ik heb al gewonnen. Wauw, super tof weer. Woehoe. Nou, dit is een best wel korte video. Omdat het mijn eerste video is. Nou niet, maar best wel. Het is wel gewoon een gemiddelde video. En ik hoop dat je het leuk vond. Doe als je het leuk vindt een duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. Als je meer video's wil zien. Doei!